De winnaar van de slimste, wie is dat eigenlijk geworden? De dichter. De dichter? Ja, de dichter met die, met die baard en die snor en zo. Ja. Ik was een hele fijne winnaar, want nou vraag je natuurlijk hoe heet hij ook weer dat ben ik nou vergeten. Dat hoor ik te weten, maar ja, het is een tijd geleden dat het, dat het opgenomen is en ik wist natuurlijk dat wie het ging winnen. Dus ik, ik dacht, anders verraad ik het. Vorig jaar heb ik het stom, stom verhaal. Nee, heus. Ja, want dit was weer natuurlijk een, een, een finale met een vrouw en een man. Dus zodra je zegt: God, het is zo'n leuke winnaar. Ja, dan is het dan niet de winnares. Want. Hè? Dus ik, ik heb zoveel mogelijk op mijn mond gehouden. Ik vond hem prima winnaar. Ik moet zeggen dat ik nummer twee ook, ook een hele goede speler vond. Wie was dat? Dat was Annick Vijver, die, die, die actrice. Oh ja. Prima speler was dat. De derde in de finale was Matthias. Dus die reptielenjongen, hè? Ja, precies. De man met de spinnen, zal ik maar even zeggen. Die, die maakte een hele zwakke start. En die, die is ook me meerdere malen zeg aan maar, de dood ontsnapt in het spel. Maar uh, tenslotte scoorde hij goed. En hoe vond je het seizoen? Nou ja, je weet dat er een omvangrijke nationale discussie gevoerd is over deze materie. Waar we ons dan niet mee, ons mee bezighouden in Nederland. Het zou een uniek jaar zijn door de onbeschrijfelijke domheid der kandidaten die de meest voor de hand liggende dingen niet wisten. Waar moet het heen met Nederland als, als, als dit soort van prularia in onze serieuze quizzen zit en naar enzovoort enzovoort enzovoort. Naar mijn idee, ik had al meerdere malen gezegd dat dat naar mijn idee helemaal niet zo was. Maar zover mijn herinnering strekt, is dat hele, die, die riedel over wat ze toch ongelooflijk stom zijn, dat is al jaren zo. En nu had iemand het uitgerekend uh, over, ja, er waren twee instanties die rekenwerk gedaan hadden. En nou dacht ik dat, maar iemand, wat vooral ook Angela de Jong had zich, had zich stevig uitgelaten over het ongelooflijke minkukeldom wat daar tegenwoordig zit. Maar toen bleek eigenlijk dat met wat berekeningen bleek het in, in, de, in het jaar dat Angela het won, dat er nog minder punten werden gescoord dan dit jaar. En dat was ook, was het niet die, Jinek heeft tegenwoordig zo'n professor in dienst. En die, die had ook een berekeningetje <laughs> gemaakt vaak. Waar... <laughs> Roelof Hemmer bedoel jij? Oh, hoe heet die zo? Die man die achter die desk met die rokken staat. Ja, ja precies ja. Ja, dat is Roelof Hemmer, dat is de oud nieuwslezer van uh, RTL. Oh, ja. <laughs> professor. Ja. Wist ik veel. Ja. ja, ik zag het in een flits. Want ja, je weet, intellectuelen kijken alleen toevallig naar de tv. Ja. En die, ja, die had ook een berekeningetje gemaakt. En, en die, dat bleek ook uit dat het nergens op sloeg. En dat was ook mijn opvatting: dat het volkomen nergens op sloeg. Hmm. Dat is een soort, soort. ja, Heb ik niet al het voorbeeld gegeven van een leraar op school? Ja. Een klas die zo stom is. Nou. Als jullie zo doorgaan, dan zijn er misschien twee die voor het eindigs Maar waar voor de rest niet kan, is kant maar. Dit, dit werk. Hè. Eh. En wat, had je net, wat, wat was er nog meer voor discussie? Eigenlijk niet zo, toch? Doe wel mee, had ik het idee. Ja, dus naar mijn idee was het een heel normaal seizoen van de slimste mens. Vind je het jammer dat het nu voorbij is? Ja, maar voor mij was het al voorbij in uh, half november, dus dat, dat is al. Hoe lang is dat dan? Nou, je leest iedere dag een keer op TV en er worden wat uitspraken uitgehaald, dus dat levert weer wat reuring op en wat aandacht. Nee, dat maakt me nou echt helemaal niks uit. Sterker nog, ik vind juist de Slimste Mens een ontzettend fijn programma, omdat het heeft een begin En dat je, ha, fijn, Slimste Mens begint weer, lekker uit je. Hè, twee keer in de week ga je, rij je lekker naar Hilversum om onderweg reeds om half twaalf zorgens gepasseerd te worden door mensen die 200 rijden. <laughs> ja, ook om de ergernis een beetje op te wekken, zal ik maar zeggen. Uh, en dan ben je ook altijd weer enorm blij als het afgelopen is. Volgens mij Philip dat ook. En, het is stel voor dat het het hele jaar door was. Ik moet nou, zou ik ermee stoppen. En dat zou ik veel te belastend vinden. Maar dit is ideaal dat je dus twee je hebt twee van die periodes. nou, zijn er drie per dag. Zijn er zijn dus twee keer tien opname dagen. Eh, als ze niet weten van de extra slimste mens verzinnen. Eh, dus nee, ik vind het een fantastische sterker nog. Ik denk dat ook het succes met die kijkcijfers te maken heeft met het feit dat het ophoudt en dan kunnen mensen weer een beetje denken van oh, wanneer zou de slimste mens beginnen? Vragen ze vaak op straat alsof dat niet al lang en breed valt ligt maar goed. Uh. En dat ze dan daardoor weer aan een nieuw seizoen kunnen beginnen. Met, met nieuwe energie, om, als het ware. Nieuwe kijkenergie. Ja. En vind je niet dat je wat meer aan het woord moet zijn, in de slimste? Dat vind ik natuurlijk wel. Ik heb al meerdere malen voorgesteld dat we gewoon ophouden met die flauwekul van die vragen. Slaat nergens op. Hè? En dat Filip en ik er dan een enorm leuke praatshow, talkshow voor bejaarden van maken. Ja, Want soms zit je er helemaal niet in. Dan hebben ze een, een fragmentje van Ja, rijden. je weet hoe dat komt. Ja. Lange finales, 40 minuten. Moet kan jij niet zijn. met een quotum gaan werken? Dat je net als bij de talkshow zegt: ik wil sowieso 12 minuten hebben? Nee, omdat dit, dit is mij altijd. Dit, dit wist ik, heb ik altijd geweten. Bovendien hebben ze me niks beloofd ten aanzien van de tijd die ik zou krijgen om allerlei verstandige dingen te zeggen. Terwijl ze, mijn probleem met de talkshows was recent: dat er allerlei geweldige beloftes waren gedaan die niet waargemaakt werden. Dat is natuurlijk heel wat anders. Nee, ik heb altijd geweten hoe de slimste mensen in elkaar zaten. Vanaf het eerste seizoen was dat zo. Ja. Ik mag zeggen wat ik wil, op de manier die ik wens. Ja. Maar, want dat was uit de start eigenlijk van alles. Want ik had, ik had wel gekeken naar die Belgische versie op een DVD'tje. Maar daar, daar voelde ik echt helemaal niets voor. Dus, ik ben daar op zichzelf heel tevreden mee.